Goedemorgen. Deze prachtige plek ben ik blij u te zien. En er zijn nog veel meer mensen die heel blij zijn om hier te zijn vanmorgen. En ik denk dat er wel iets begint te dagen. Nou, als je zo dicht in mijn buurt komt, dan begint er iets te dagen. Kijk, die krijgt u, zodat u ook als wij weg zijn, als u dat wilt, voor het huis kan laten zien. Ja, doen we. Dat hier een koninklijke dag, extra koninklijke dag vandaag beleefd gaat worden. Ja, ik ga het in de gaten krijgen. Ja, nou. Ja. Meneer Steef van het Slot. En Annemarie. Ook. een man, een woord. Waar u voor staat, daar gaat u voor. Niet voor 100, maar voor 1000%. Overal waar u zich inzet, staat u bekend om uw toewijding en volharding. Want als u ergens uw zinnen opzet, of ergens echt in gelooft, dan bijt u zich als een tijger vast en laat u niet meer los. U zoekt wegen, onderzoekt situaties, kansen en bent bovendien zeer doortastend. Een spraakwaterval met inhoud, die menigeen met de mond vol tanden doet staan. Opbouwend, inhoudelijk sterk en met kennis van zaken. Maar voorlopig vraag ik u voor de komende minuten vooral naar mij te luisteren. En even te zwijgen. Maar u luistert niet altijd naar mij, dus ik weet niet of dat vandaag nu wel gaat lukken. Want ik wil graag in aanwezigheid van al deze mensen vandaag de loftrompet over u opsteken. U bent een gemeenschapsmens met een hart van goud. De dorpsraad Zomereind heeft veel aan u te danken. U werkte mee aan de oplegger voor de oprichting in 2010. Op elke vergadering aanwezig, bijzonder goed voorbereid en met een netwerk waar je u tegen zegt. Of dat nu bij gemeente, provincie, waterschap of Rijkswaterstaat is, u raakte de juiste snaar op de juiste plek en daardoor zijn veel projecten succesvol verlopen. U maakte zich hard voor de verkeersveiligheid in en rond het dorp. En als vrachtwagens de Bennebroekstraat in willen rijden, dan schroomt u niet om die chauffeur te laten stoppen en hem heel symbolisch ook te laten zien waar dat verkeersbord staat en wat daarop staat. Verboden voor vrachtverkeer. Kijk niet weg. Dat is uw motto en dat probeert u ook door te geven aan anderen. Als vrijwilliger bij het buurtpreventieteam speelt u al sinds 1999 een belangrijke rol bij het welzijn en de veiligheid in de buurt en het dorp. De bouw van MFA De Einder had heel wat voeten in aarde. Er waren zelfs momenten waarop niemand er meer in geloofde. Maar mede dankzij u kwamen alle partijen toch weer op één lijn en kreeg Zomereind een sociaal en cultureel hart dat maar voor weinig mogelijk was gehouden. De Van het Slotzaal in De Einder is het symbolische bewijs van uw inzet en uw aandeel bij het verkoop van de kerk en de realisatie van De Einder. Met een gezonde, kritische houding, een behoorlijke dosis nieuwsgierigheid en doelgerichte aanpak heeft u de dorpsraad en heel Zomereind veel gebracht. Bovendien bent u het collectieve geheugen, waar de dorpsraad nog altijd graag een beroep op doet. Ook nadat u in 2020 als actief lid bent gestopt. Meneer Van Slot, u zet mensen aan het denken. En zonder u zou de dorpsraad nu niet staan waar deze vandaag de dag voor staat. Maar ik ga nog even door. Met uw energie en enthousiasme maakt u al sinds 2012 mensen warm om samen wegen te zoeken naar een energie-neutraal Zomeren. Energiecoöperatie Zummeren Power heeft veel aan u te danken. Op de manier die u zo typeert, ging u aan de slag. Niets aan het toeval overlaten. Alles tot op de bodem uitzoeken en liefst nog een beetje dieper.
U leverde een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van die coöperatie en de start van diverse projecten. Maar er is nog een club die sinds haar oprichting in 1985 op u kan bouwen. En dat is de Kommerclub. Ja, hoe zou ik het zeggen? Een soort oldtimer tiny house op wielen waarin u alle ins en outs van kent. Want met uw enorme technische kennis bent u een gewilde vraagbaak. Maar ook de smeuïge verhalen die niets met techniek te maken hebben, zijn geliefd bij de leden van de club. Dat geldt trouwens ook voor alle andere mensen die met u mochten samenwerken. U levert interessante kopijen aan voor het clubblad en rijdt belangeloos door het hele land als ergens een kommer wordt aangeboden. Waarna de aspirantkoper een betrouwbaar advies van u krijgt. Uw uitstraling bezorgt u bovendien de eretitel of koosnaam Godfather van de club. De Godfather van de club. Ja, ja. Helaas dwingt uw gezondheid u om op alle fronten een stap terug te doen. Dat is moeilijk voor uzelf en voor de mensen waar u zich zo graag voor inzet. Maar al die mensen voor wie u al zo lang van uw leven een stukje hun leven mooier maakt, zijn vooral heel dankbaar. En die dankbaarheid willen ze heel graag aan u tonen. En dat ziet u ook. U bent naast al het genoemde een liefhebbende echtgenoot en fulltime mantelzorger voor uw vrouw Annemarie. U bent een lieve en trotse papa en opa. En gaat door het vuur voor uw dochters en voor uw kleinzoon Joris. Trots bent u ook dat u koningin Beatrix mocht rondleiden bij DAF, waar u destijds werkte. En ook uw eigen paleisje met alle unieke elementen en het park waarin u zo graag vertoeft, dat is een prestatie om trots op te zijn. Meneer van Slot, beste Steef, ik wens u ondanks de harde werkelijkheid toe dat er nog veel mooie momenten komen. Momenten om verhalen te vertellen en lief en leed te delen. Momenten om samen terug te kijken en te genieten van alle prestaties en wapenfeiten die u heeft geleverd. Alle betrokkenen willen u daar van harte voor danken. En het is aan mij de bijzondere eer om die dankbaarheid een officieel en feestelijk tintje te geven. Want, geachte heer Steven Lucas Hermanus van het Slot, u bent zeer betrokken en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. U bent iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen. En gezien de duur en de aard van uw verdiensten, heeft Zijne Majesteit de Koning besloten u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En het is mij een groot genoegen om de bij deze koninklijke onderscheiding behorende versierselen bij u te mogen opstellen. Van harte gefeliciteerd en meer dan verdiend. Dankjewel. Dankjewel. Hartelijk gefeliciteerd en meer dan verdiend. Een dragingssigne, een oorkonde, wanneer u wat mag dragen. Dus alle natuurlijk voor u. Ook een mooi boeket. Kijk ik zomaar. Ja. Dan kom je denk ik bijna één hand tekort, maar dat gaat nog. Nou, ja. Doen we het ja. Bij de vijf. Komt ie. Bij de vijf? Het is alleen portretfoto's. Dus oh, ja, dat is straks wel. Ga je gang. Ja, Steef. Volgens mij was je redelijk verrast toen we hier met z'n allen achterom kwamen. Ja, dat was echt. Ja, wij waren er helemaal niet. Maar dat zal jou niet verbazen, maar we waren er niet om twee redenen. We waren er niet omdat we dat zelf in gang gezet hebben. En we zijn er vooral niet omdat we vinden dat jij dat zo ontzettend verdient. Als je zoiets in gang zet, dan ga je ook andere, of dan moet je zelfs andere vragen om te kijken of die het ermee eens zijn. Nou, echt iedereen was gelijk enthousiast en
kwam ook met brieven, met aanbevelingsbrieven, waar je u tegen zei. Dus volgens mij is niemand die hier staat verrast dat jij nu die onderscheiding krijgt. Dus daarmee willen we jou als dorpsraad natuurlijk van harte feliciteren. We kennen jou binnen de dorpsraad al vanaf de oprichting. En eigenlijk is alles al door de burgemeester gezegd. Hè. We kennen jou als heel kritisch lid. Als iemand die ons telkens weer wist na te doen denken over waar we mee bezig waren. Of dat we als dorpsraad wel bestaansrecht hadden. En telkens als we die discussie hadden, was jij een soort van advocaat van de duivel die ons weer op zijn plek zette. En als we die discussie gehad hadden, dan wisten we weer waar we voor moesten gaan. Dan gingen we ook weer. Maar we gingen niet zo hard als jij, want jij was, zoals de burgemeester al zei, die tijger. In onze ogen was jij die pitbull die zich vastbeet in alles waar wij als dorpsraad en waar jij voor wilde gaan ook. En dat is heel waardevol gebleken. Ik weet nog dat wij wel eens op een receptie waren bij het provinciehuis en dan wist jij precies te zeggen van die moeten we dadelijk naar de receptie nog even aanspreken, want die gaat daar en daar over en dan krijgen we het voor elkaar. En dan dacht ik van ja, die gaan we toch niet lastigvallen op zo'n receptie? Jawel, die vielen wij lastig op die receptie. En dat was niet lastigvallen, want dan hadden we een heel geanimeerd gesprek. Dan gebeurde er iets en dan wist jij diegene te overtuigen van de goede zaak en dan kregen we opnieuw iets voor elkaar. Steve, zo kunnen we heel veel dingen noemen. Zo zijn er heel veel dingen genoemd. Ik wil jou van harte feliciteren met de lintje. Proficiat namens de dorpsraad. Stefan Slot, gefeliciteerd. Het is vandaag een dag van lintjesregen. Had je geen erg in? Nee, niet, nee, het was droog, dus daar verwacht je het al helemaal niet. En ik heb er helemaal niets van gemerkt. Meestal dan heb je toch ergens iets in de gaten. Maar ja, ik loop niet van tevoren op straat, anders had dat misschien een beetje opgevallen. Maar ik heb niks in de gaten gehad, nee, niks. Wat dacht je toen dat blauw autootje achter het huis gereden werd? Nou, ik zag eerst dat blauwe autootje met een bloemstuk erop. Nou ja, ik denk, god, er is iemand verkeerd. Die weet ik veel. Of iemand die gaat trouwen en die moet een paar. Geen idee, maar er kwam verdacht veel volk achteraan. En er zaten diverse bekenden bij, ja. Toen wist je het ongeveer wel, of niet? Nou, dan begint het wel te dagen. Kijk, als de burgemeester hier met iets dergelijks binnenkomt. Nou, dat is niet de gebruikelijke gang van zaken. Dat geloof ik vast. Nou, dat iets bijzonders is. Ja, dat bleek het ook te zijn. Wat vind je ervan? Ja, hartstikke mooi. Hartstikke mooi, maar bescheidenheid, dat is ook een mooie deugd, denk ik. Hè? Want er zijn zoveel andere mensen die van alles en nog wat doen in stilte. En ja, die gun ik het ook allemaal vanuit. Ik vind het hartstikke fijn, ik vind het hartstikke leuk. Maar het heeft natuurlijk aan alle kanten net zo goed zijn begrenzingen. Als dat ook in de algemeenheid van waardering voor diverse mensen ook het geval is. Hè? Dus met andere woorden, er zijn er een hoop die doen heel veel in stilte. En die zie je of die hoor je niet. En ja, trek je snuffert ver genoeg open, dan zie je wat er gebeurt, hè? Ja. Ja. Maar ik vind het hartstikke leuk, ja, zonder meer.